Goedenavond. U luistert. Je luistert naar Het Hoogste Woord. Radio gemaakt door kinderen. Van Jenaplan School Het Hoge Land. Uit Epe. De presentatie is vandaag in handen van Lin. En Roos. Maar eerst hoor je Pitbull en Kesha met Timber. Lin, Roos en Sander maakten met 15 anderen 10 weken lang radio. En dat is opgevallen, want de kinderen kunnen er na die paar weken heel wat van. Maar dat ging niet vanzelf. Als je het voor de eerste keer doet, want ik was als tweede, dan ben je echt heel erg zenuwachtig. En ja, gewoon dan denk je van, dan is dat intro en dan denk je, oh, nu moet ik. En dan is dat heel raar. Nou, daar hebben ze geen last meer van. Het is een feestje, maar onderwijs? Want je zou zeggen, een beetje plaatjes draaien, daar leert u niks van. Ja, nou, meer voorlezen en zo. Dat kon ik niet zo goed, nu ook niet echt heel erg, maar iets beter. En dus is het een terechte nominatie, vinden ze zelf. Als je kijkt naar wat die andere twee hebben gedaan, ja, dan is dit gewoon de beste. Vind ik dan. Je hebt geluisterd. Het Hoogste Woord, een radioprogramma op Radio 794, gemaakt voor leerlingen van het Hoge Land in Epe.